Maar Dino lijkt toch een terroristische aanslag. De familie van de daders is geschokt. I can never imagine my brother or my sister-in-law doing something like this. Especially because they were happily married. They have a beautiful 6-month-old daughter. Bij de schietpartij woensdag in een zorgcentrum werden 14 mensen doodgeschoten. En verder in het nieuws vandaag. Amerika heeft Nederland gevraagd om mee te doen aan de strijd tegen IS in Syrië. En met een dwarslesie weer kunnen lopen. Goedenavond. Is dit de eerste IS-aanslag op Amerikaanse bodem? Het lijkt er namelijk steeds meer op dat de schietpartij in San Bernardino een terroristische aanslag was. De vrouwelijke dader zou op Facebook trouw hebben gezworen aan de Islamitische Staat. Haar man had contact met jihadisten die door de FBI in de gaten worden gehouden. Volkomen onverwacht kregen media en buurtbewoners een kijkje in het leven van de daders. Zonder de politie te vragen brak de huisbaas de deur open met een koevoet en liet cameraploegen en buurtbewoners binnen. Die maakten van de gelegenheid gebruik om ongegeneerd rond te kijken op de plaats delict, die eigenlijk hermetisch afgesloten moet zijn. Van de daders is inmiddels bekend dat Syed Farouk de Pakistaanse Tashfin Malik leerde kennen via een datingsite. Ze verloofden zich 2 jaar geleden toen hij op pelgrimstocht was in Saoedi-Arabië. Vorig jaar kwam zij over naar de VS. Een terrorisme-screening doorstond ze zonder probleem. De familie wist niets van hun radicalisering en is verbijsterd. I can never imagine my brother or my sister-in-law doing something like this. Especially because they were happily married. They have a beautiful 6-month-old daughter. I want to say I'm sorry. I'm deeply saddened. And I mean, it's a sad day for all of us. Did you like his wife? Yes. She was also shy, quiet, kept to herself. Amerikaanse moslimorganisaties zijn bang voor negatieve gevolgen. Na de aanslagen in Parijs riepen haatzaaiers al op tot registratie van moslims en het sluiten van moskeeën. If there is a radicalization problem among Muslim millennials, then as American Muslims we need to very unambiguously decry that and disassociate ourselves from those acts and have a plan, not simply outrage, a plan to actually eradicate any kind of radicalization among Muslim youth. De FBI heeft moslims gewaarschuwd voor aanslagen door blanke racistische milities. Ik praat verder met Wouter Zwart. Ja, is dit inderdaad de eerste IS-aanslag in Amerika? Ja, de officiële conclusie is nog niet getrokken. En er zijn echt nog wel een hoop vragen en een hoop onduidelijkheden, hoor. Maar ja, de veiligheidsdiensten hebben nu dus een link gevonden met IS. En houden dus ook ernstig rekening met in ieder geval een IS-geïnspireerde aanslag. Zeker ook omdat dat Facebook-bericht van deze mevrouw Malik werd verstuurd tijdens of vlak voor die aanslagen. Nou, als dit nou allemaal blijkt te kloppen, dan bevestigt dat natuurlijk de zorgen die de veiligheidsdiensten hier al een hele tijd hebben. Namelijk dat het eigenlijk een kwestie van tijd is voordat Amerika een keer aan de beurt komt. Maar hadden de veiligheidsdiensten deze mensen dan helemaal niet in de gaten? Ja, voor zover wij nu begrijpen stonden ze helemaal niet op de radar. Je moet je voorstellen, deze mevrouw Malik was een Pakistaans staatsburger. En om dan met een visum Amerika binnen te komen, zeker als je uit Pakistan komt, je hoorde het net al, dan moet je helemaal door de antiterrorisme molen. Er was niets gevonden. Dat zou er toch op kunnen duiden dat deze mevrouw misschien is geradicaliseerd terwijl ze hier in Amerika was. Maar ja, dat is toch allemaal heel lastig. Want stel je voor, ik opereer helemaal op eigen houtje en breng pas op het allerlaatste moment bericht in de wereld dat ik trouw zweer aan IS. Ja, dan hoef ik natuurlijk helemaal niet zelf met IS in communicatie hebben gestaan. En is er misschien ook helemaal geen communicatieverkeer onderschept geweest of had dat kunnen worden. Dus het is buitengewoon lastig. Wouter, dankjewel. Ja, dan de strijd tegen de Islamitische Staat, het bombarderen van IS-doelen in Syrië. Het kabinet voelde daar lange tijd niets voor, maar daar kan nu verandering in komen. Amerika heeft Nederland officieel om steun gevraagd bij de strijd in Syrië. Na de aanslagen in Parijs deed Frankrijk ook al een beroep op Nederland. Het kabinet neemt dat nu serieus in overweging. Wat is ons antwoord op de gruwelen van IS? 4 F-16's en 200 militairen heeft Nederland ingezet in Irak. Gisteren bleek dat de Amerikanen ons vragen om meer te doen.
Het is een breed verzoek tot intensivering in de strijd tegen ISIS. En dat gaat over een hoeveelheid van zaken. Ik zou de vraag echt niet willen beperken tot bombarderen boven Syrië. Zo langzamerhand weten we wel dat de strijd tegen ISIS een ingewikkelde is. Na de aanslagen in Parijs beloofde president Hollande Islamitische Staat te vernietigen. Hij begon vervolgens aan een diplomatieke marathon om bondgenoten te vinden. De Britten beantwoordden die oproep woensdag al en Duitsland heeft vandaag besloten IS ook in Syrië te bestrijden. Kan je tegen dat verzoek nee zeggen? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken wat andere landen doen. En als ik kijk wat Nederland doet, dan zitten we echt ver boven onze gewichtsklasse. Wat niet wegneemt dat er absoluut een case te bouwen is om de activiteiten uit te breiden. Waarom is zo'n afweging over iets doen in Syrië een zoveel andere afweging dan wat we nu al bijvoorbeeld in Irak doen? Nou, omdat in Irak, daar is wat je noemt een politieke strategie, daar zijn grondtroepen. Daar weet je dat als je ISIS bombardeert, dat er ook iets voor in de plaats komt. In Syrië is dat gewoon ingewikkelder, daar zijn die grondtroepen nog niet aanwezig. Daar is net een politiek proces bezig. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ISIS wel aanpakken. Het kabinet is niet van plan om overhaast een beslissing te nemen. In Den Haag rondvrezen. Ja, gaat Nederland nu wel of niet bombarderen? Daar kan je nu niet zomaar even ja of nee op zeggen. Het verzoek van de Amerikanen en eerder de Fransen was vooral bedoeld om de coalitie die in Syrië strijdt tegen IS, om die te verbreden. En wat je zeker weet is dat die discussie in Nederland een zwengel gaat krijgen. De vraag is, gaat Nederland daar meer doen? En het antwoord van Nederland zal zijn, ja, wij gaan daar meer doen. Maar de standpunten over wel of niet bombarderen, die veranderen daar nu nog niet door. Want de Partij van de Arbeid blijft nog steeds problemen hebben met bombarderen zonder dat je weet wat er daarna moet gebeuren. Maar die Amerikaanse verzoeken die komen er toch wel meestal als ze weten dat het antwoord ja is. Ja, en dat zal nu ongetwijfeld ook het geval zijn. Er is de afgelopen weken veel contact geweest met de Amerikanen. En het verzoek is ook, willen jullie meer doen? En het antwoord daarop zal inderdaad ook ja zijn. Het verzoek is dus niet, gaan jullie meedoen met bombarderen? Ook al niet, omdat de Amerikanen ook al weten dat er meer nodig is om IS daar te bestrijden. Bombarderen zal dus zeker in de discussie komen, heftiger in het kabinet, ongetwijfeld. Maar het kan ook om andere dingen gaan die Nederland daar gaat doen. Bijvoorbeeld de Syrische oppositie ondersteunen of bijvoorbeeld helpen bij de transporten van wapens voor de Koerden die in Irak tegen IS strijden. Ja, hoe lastig is dit voor het kabinet? Dit was lastig en door het verzoek blijft het lastig, kan je zeggen. Politiek, militair, maar ook de nationale veiligheid. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als Nederland actief wordt in Syrië met de terreurdreiging in het land? Allemaal zaken waar het kabinet goed naar moet kijken, ook in overleg met andere landen. Waar kan je het meest effectief zijn? Dus dat zal nog even duren, maar tegelijkertijd, er ligt nu een zwaarwegend verzoek van niet de eerste, de beste in de wereld. En zo'n verzoek kan je natuurlijk niet te lang laten liggen. Ron, dankjewel. Ja, na de aanslagen in Parijs voerde Frankrijk de strijd tegen IS op, vooral in Syrië. De Fransen stuurden hun vliegdekschip naar de Middellandse Zee en vanaf daar voeren ze nu dagelijks luchtaanvallen uit. President Hollande bracht een bezoek aan het vliegdekschip. Dat is het grootste van West-Europa en pronkstuk van de Franse marine. Er kunnen zo'n 40 vliegtuigen op, de helft daarvan gevechtsvliegtuigen. Sinds deze week voeren ook de Britten bombardementen boven Syrië uit. Ze zetten 8 tornado-straaljagers in met Brimstone-raketten. Dat zijn zeer precieze wapens die zelfs een hardrijdende auto van grote afstand kunnen raken. Ook zet Groot-Brittannië 6 Typhoon-straaljagers in. Het Duitse parlement stemde vandaag in met extra steun. En dat doen ze met 6 tornado-straaljagers. Alleen om verkenningsvluchten uit te voeren. En ze sturen een tankvliegtuig en een marineschip naar de Middellandse Zee om het Franse vliegdekschip te beveiligen. Nederland betaalt voor veel kankermedicijnen veel meer dan andere Europese landen. Soms betalen ziekenhuizen hier wel 2 keer zoveel. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Het gaat om levensverlengende medicijnen, maar ook om medicijnen die de kanker echt genezen. Er zijn 15 landen geïnterviewd en het ging over 9 dure medicijnen. En in de meerderheid van die 9 medicijnen zit Nederland in de top 3 qua kosten van die medicijnen. Dus we doen het wat dat betreft niet goed. Volgens de artsen rekenen de medicijnfabrikanten op de eerste plaats veel te hoge prijzen. Ze moeten toch ook winst maken. Dat is uiteindelijk hun primaire doel. Ze investeren. En investeerders willen return on investment. Die willen geld terugkrijgen. Maar wij willen dat de patiënten de behandelingen krijgen.
En dan dus de prijsverschillen. Dit middel tegen borstkanker bijvoorbeeld kost in Nederland 1800 euro, in Italië 1650 en in Noorwegen 1500. In dit pand zit Nepharma, de Nederlandse Belangenvereniging voor Medicijnfabrikanten. De organisatie wil niet voor de camera reageren, maar laat in een schriftelijke verklaring weten dat bij de prijspolitiek niet alleen het belang van de patiënten, maar ook het belang van de investeerders een grote rol speelt. Dat daarbij binnen Europa grote prijsverschillen ontstaan, komt volgens Nepharma doordat elk land een eigen prijsbepalingsstelsel heeft. Het Nederlandse stelsel kenmerkt zich door versnippering. Wij onderhandelen in Nederland in principe per ziekenhuis. Er zijn 90 verschillende ziekenhuizen die allemaal onderhandelen. Nou goed, wat natuurlijk logisch is, als je als een geheel land gaat onderhandelen, of beter nog, als geheel Europa gaat onderhandelen, dat je dan veel betere prijsafspraken kan maken. In Amerika doen ze dat ook al en wij zijn in principe als markt even groot als Amerika. En wij kunnen een veel sterkere vuist maken tegen deze exorbitante prijzen waar we het over hebben. Wanneer je als één Europa onderhandelt. Juist, ja. En minister Schippers zegt dat ziekenhuizen meer samen moeten onderhandelen over de prijs van medicijnen. Zo worden de kosten van medicijnen lager. Regenboogpieten, roetpieten of zelfs minions. Op veel scholen in de grote steden zien de hulpjes van de Sint er dit jaar iets anders uit. Toch worden bij de Sinterklaascentrales nauwelijks minder zwarte pieten geboekt. En veel pieten willen niet als een regenboog of roetpiet aan het werk. Dus vierden de meeste scholen Sinterklaas op de traditionele manier. Zoals hier in Dronten, waar leerlingen van OBS de Dukdalf in spanning wachten op Sinterklaas. Maar sommige scholen deden het toch anders, zoals de Prinses Margriet School in Utrecht. Wij wilden heel graag een figuur die de kinderen zou aanspreken en zo zijn we op de minions gekomen. De school doet dat na een oproep van Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Utrecht. Met 32 scholen heeft afgesproken Zwarte Piet in de band te doen. De kinderen waren heel erg onder de indruk. Maar hoe ze precies gedacht hebben, ik heb het gevraagd, maar ze vonden ze heel mooi. Maar toch, ze zijn weer gewend op de Zwarte Pieten toch. Dat is misschien toch een beetje wennen nog. Niet alle ouders waren het eens met de minions. Uit protest kwamen zij als Zwarte Piet. Zo kunnen de kinderen ook wennen aan de overgang. Maakt mij niet uit, maar als er maar ook Zwarte Pieten bij zijn, want dat hoort bij het feest. Klaar. Minions goed, maar Zwarte Piet is nog beter. Hartstikke leuk. Waarom? Ja, waarom? Omdat ze het goed hebben opgelost op deze school. Van hoge hand wordt er wat uitgelegd, of opgedragen eigenlijk. En de school heeft daar gewoon een hele goede oplossing voor gevonden. Of er volgend jaar ook weer minions bij de Sinterklaasviering zijn, weet de school nog niet. Wij hadden eigenlijk maar één doel met elkaar en dat is een leuk feest maken voor de kinderen. Zowel de ouders die deze actie op poten hebben gezet als wij hebben samen gezegd, dat is het gemeenschappelijke doel en dat is waar we voor staan en dat hebben we uitgevoerd zo. Mensen die werken in de thuiszorg krijgen een betere bescherming tegen onderbetaling. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarover een akkoord gesloten met vakbonden en gemeenten. Van Rijn trekt 300 miljoen euro uit voor betere arbeidsvoorwaarden voor thuishulpen. Dit moet gewoon goed werk tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen zijn. Thuiszorg is inderdaad ook een vak. En dat betekent dat we ook een eind willen maken aan mogelijke gevaar voor race to the bottom. Dat willen we allemaal niet. We willen gewoon fatsoenlijke banen en fatsoenlijk geld. Er is waarschijnlijk jarenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Bremen. Een spoorbrug over de Eems raakte donderdag zwaar beschadigd. Gisteravond voer een schip dwars door de brug heen. Volgens het Duitse spoorbedrijf is reparatie niet meer mogelijk omdat ook de fundering verwoest is. De brug moet in zijn geheel worden vervangen en dat duurt minstens 5 jaar. Er loopt nog een onderzoek wie het moet betalen. In Egypte zijn 16 doden gevallen bij een aanslag op een nachtclub. Dit gebeurde in de stad Gizeh, vlakbij Cairo. 3 mannen op motoren gooiden molotovcocktails naar binnen. Een van de daders was een medewerker van de club. Waarom hij de aanslag pleegde is nog onduidelijk. De man die in maart een conductrice zwaar mishandelde moet 1 jaar de cel in. Ook krijgt hij TBS. De man mishandelde de conductrice op station Hoofddorp. Ze werd zo toegetakeld dat ze verschillende botbreuken opliep, waaronder een verbrijzelde oogkas. De politie heeft 4 mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Het gaat om 2 mannen uit Amsterdam en 2 uit Den Haag. Boom werd in juni op klaarlichte dag vermoord in een woonwijk bij een basisschool in Zaandam. De politie is de 4 verdachten op het spoor gekomen dankzij tips.
De lijst met aanklachten tegen Willem Holleder blijft groeien. Hij wordt nu ook officieel beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op crimineel John Miremet in 2005. Het is de vijfde moord waar hij volgens het OM opdracht voor heeft gegeven. Miremet was een zware crimineel met wie Holleder zaken deed. Hij werd in 2005 in Thailand vermoord. Een paar jaar daarvoor werd een mislukte aanslag op hem gepleegd. Hij overleefde die ternauwernood. Het Openbaar Ministerie had eerder al aangekondigd dat de aanklacht zou worden uitgebreid. En vandaag werd dat onderbouwd met een reeks aan verklaringen van mensen die beweren dat Willem Holleder ook achter de moord op John Miremet zit. Willem Enstra bijvoorbeeld, met wie hij een tijd lang veel omging. Hij werd in 2004 vermoord. Holleder zou die middag tegen Enstra gezegd hebben: die Miremet loopt vrolijk rond. Die schiet ik kapot. Wacht maar af, zegt hij. Die schiet ik kapot. De zus van Willem Holleder, Astrid, die deze week nog getuigde tegen haar broer, weet het ook zeker. Willem heeft meerdere keren tegen mij gezegd over Miremet: hij gaat eraan. Vervolgens wordt de aanslag op Miremet gepleegd. Willem had het op Miremet voorzien. Willem vertelde mij dit zelf tijdens de gesprekken die ik met Willem had. Er was een dreiging. Holleder kwam zelf niet aan het woord vandaag. Hij luisterde alleen. Over 3 maanden is er weer een zitting. Ja, Sonja en Astrid Holleder moeten ook in dit proces weer hun verhaal doen. De advocaat van Holleder verwacht voor elke zus 20 dagen nodig te hebben om ze te verhoren. Griekenland hoeft voorlopig het Schengengebied niet uit. Dat hebben de ministers van Justitie afgesproken in Brussel. Griekenland weigerde hulp te accepteren bij het bewaken van de grenzen. Terwijl verreweg de meeste vluchtelingen via deze weg naar Europa komen. Maar de Grieken kiezen nu toch eieren voor hun geld. Het is een bekend beeld. Vluchtelingen die met bootjes aankomen op de Griekse eilanden vanuit Turkije. Ruim 700.000 zijn er dit jaar Europa binnengekomen. Veruit de meeste via deze route. Griekenland weigerde tot nu toe gezamenlijke Europese grenspatrouilles om de stroom in te perken. Ze wilden dat liever zelf doen. Maar op elk eiland al die mensen zelf tegenhouden is bijna onbegonnen werk. Want Griekenland heeft nogal wat eilanden. En de enorme grens met Turkije op zee bewaken, dat blijkt veel te lastig voor de Grieken. Europa heeft daarom eerder al met Turkije afgesproken dat dat land de overstekers nu probeert tegen te houden. En Griekenland heeft inmiddels nu toch de Europese grensbewaker Frontex gevraagd om op zee te patrouilleren. En over die andere grens, in het noorden bij Macedonië, zijn nu ook afspraken met de Grieken gemaakt. Zij accepteren daar nu ook de hulp van Europa om de grens veel beter te bewaken. Nu al worden migranten die geen oorlogsvluchtelingen zijn daar tegengehouden door Macedonië. Dat leidt daar tot chaos en rellen, ook vandaag weer. Met steun van de EU komen er aan de Griekse zijde nu opvangkampen voor al deze mensen. We gaan naar Arjan Noorlander. Heeft dat dreigement om Schengen op te schorten blijkbaar toch geholpen? Ja, dat lijkt er wel op. Het lekte uit een aantal dagen geleden dat de andere Schengenlanden het zat zouden zijn met Griekenland. En dat dreigement heeft er na maandenlang zeuren eigenlijk van de andere landen nu toegeleid dat de Grieken toch zeggen: ja, de schade van het buiten de Schengenzone vallen zou voor ons veel te groot zijn. Zeker voor het toeristische land Griekenland. Een land waar mensen veel met het vliegtuig naartoe gaan. En daarom hebben ze nu toch op het allerlaatste moment, terwijl iedereen eigenlijk al dacht over een nieuw scenario, ervoor gekozen om toch hulp toe te staan. Maar waarom deden de Grieken nou zo moeilijk? Ja, dat is een combinatie van trots. De Grieken zijn trots, hebben al heel veel bemoeienis het afgelopen jaar van Brussel te dulden gehad in die financiële crisis. En ja, dit wilden ze zelf oplossen. Ze wilden dit niet weer in Brusselse handen geven, niet weer soevereiniteit afgeven aan Brussel. Maar het had ook gewoon een praktisch voordeel om niet mee te werken. Want al die asielzoekers die wel naar Griekenland kwamen, die reisden natuurlijk door. Heel weinig asielzoekers willen in Griekenland blijven. Ze wilden allemaal door naar Noord-Europa, naar Duitsland. Nu, met deze deal, hebben de Grieken ook aan de andere Europese landen beloofd dat ze in principe hun best gaan doen om te voorkomen dat asielzoekers vanuit Griekenland naar het noorden gaan reizen. Dus wat dat betreft is dat voor Griekenland ook niet heel erg goed nieuws. Want dat is een heel nieuw probleem voor de Grieken erbij. En dan nog dat andere moeilijke punt, het verdelen van vluchtelingen over andere Europese landen. Is daar nog iets over afgesproken?
Daar is niets over afgesproken. Daar wordt wel over gesproken, over die betere grensbewaking, over die herverdeling, over het laten werken van hotspots, over het samenwerken met Turkije. Allemaal hele moeilijke dossiers waarmee ze nu langzaamaan toch dat vastzittende probleem van die asielzoekers vlot willen trekken, tot een oplossing willen komen. Daar zullen de komende 2 weken nog meer vergaderingen over zijn. En dat moet leiden tot een grote top met de regeringsleiders net voor kerst. Daar willen ze proberen dat vastzittende probleem nu eindelijk eens een keer vlot te trekken. Arjan, dankjewel. Een verlamde jongen die de aftrap deed van het WK voetbal in 2014 in Brazilië. In een zogenoemd exoskelet, een robotpak waarmee dwarslesiepatiënten weer kunnen lopen. Het is nog een experiment, maar ook in Nederland loopt nu de eerste patiënt met zo'n pak. Druk hem maar in. Na een motorongeluk zit Ruben alweer 10 jaar vanwege een lage dwarslesie in een rolstoel. Hij heeft opnieuw leren lopen met dit skelet. Het voelt niet hetzelfde als vroeger, het lopen. Het voelt als vrijheid vanuit je rolstoel. Het weer van A naar B zonder rolstoel, dat was echt wel een openbaring. Dat was wel heel bijzonder dat kan. Ook al is dat door middel van een robotpak. Het is ontwikkeld oorspronkelijk voor de militairen die met zware bepakkingen moesten lopen en daar extra steun voor hadden. En de ReWalk is eigenlijk een soort doorontwikkeling. Ruben werkt als autoverkoper 5 dagen in de week. De tegelvloer daar is glad en maakt het lopen moeilijk. Maar oefening baart kunst. Want normaal als je de hele dag zit en je rug wordt helemaal plat gedrukt continu. En als je s'avonds thuis komt, heb ik altijd last van mijn rug, iedere dag. En dat is nu gewoon minder. Als je een gesprek voert met iemand en ik kijk al 10 jaar omhoog, dat is wat ik doe. En nu kijk ik naar jou ook, naar beneden. En dat is wel even weer anders, ja. Ja. En dat is een goed gevoel? Ja, ja, jawel. Ja, zo mag ik het wel zeggen, ja. Alright. De rij mensen die een concertkaart probeerden te bemachtigen was niet eerder zo lang. Digitaal dan. De Britse zangeres Adele heeft weer eens een record gebroken. De kaarten voor haar 2 concerten volgend jaar in de Ziggo Dome waren binnen no time uitverkocht. Hoe vergroot je je kans op kaarten? Daar heeft Lisa goed over nagedacht. Ik probeer het met meerdere laptops en meerdere browsers. En mijn vrienden die proberen het ook. Ik hoor ook steeds in interviews dat ze twijfelen of ze ooit nog wel muziek wil uitbrengen. Dus dat moet nu en anders lukt het niet meer. Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat fans live met Adele mee konden zingen in Nederland. Hello. En dus staan ze nu in de rij om haar volgend jaar te mogen zien. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Het heeft 22 minuten geduurd. Ik weet niet of dat een record is, maar ik weet wel dat er een record aantal mensen in de wachtrij gestaan heeft. Want hoeveel mensen stonden er in de wachtrij? Nou, als je alle mensen in een slaapzak voor een postkantoor zou leggen, dan zou je een rij hebben van Amsterdam Centraal tot aan Berlijn. Hoeveel mensen dat precies zijn, is het geheim van Mojo. Wat ze wel willen verklappen, is wat echt helpt om je kans op een kaart te vergroten. En heeft er al iemand kaarten? Nog niet. Ik denk het belangrijkste is zorgen voor een stabiele internetverbinding. Dus liever geen wifi. Zorg dat je creditcard of je Ideal-account helemaal op orde is. Zodat je snel tot de betaling over kan gaan. Niet refreshen, want dan sluit je weer achteraan aan. Wacht rustig af tot je er doorheen komt. Haar lukte het vanmorgen niet. Hoi. Heb jij kaartjes? Ik denk het wel. Echt? Haar stiefmoeder gelukkig wel. Ja, ik ben echt super blij. Je bent erbij. Yes, ja. Gelukkig. Nou, voor de fans die wel achter het net visten, er komen 2 extra concerten. Maandag 10 uur start de verkoop, Marco. Heb jij al een kaartje? Nee. Ik ga ook maar niet in de rij staan, want dat duurt allemaal veel te lang. Het weer was prachtig vandaag. Niet alleen op deze foto, maar eigenlijk in heel ons land. Het gebeurde als eerste in het westen en uiteindelijk werd het ook in het oosten van het land prachtig, helder, stralend weer. Deze foto is gemaakt vlakbij Breda. Als gezegd dus op veel meer plaatsen. En dat kwam omdat er een storing een front voorbij trok. En daarna klaarde het breed op. Deze storing, daar hebben we het over, die trok weg. Daarna prachtig weer in onze omgeving.
Maar ja, we zien aan de satellietfoto ook al dat deze plukbewolking voor ons klaar ligt. Als we dan bekijken wat de computer daarvan maakt, dan zien we dat de meeste wolken over ons land trekken, maar dat de regen ten noorden van ons land blijft. Die trekt over de Britse eilanden, over Ierland en gaat dan richting het zuiden van Scandinavië. Nou, veel wind daar opnieuw bij. De lijnen van gelijke druk liggen weer dicht bij elkaar. Dus opnieuw ook in het Sinterklaasweekend. Dus veel wind in onze omgeving. Rustig weer in het zuiden van Europa. Daar schijnt de zon en is het op de meeste plaatsen droog. Op een enkele bui in het zuiden van Frankrijk of bij Barcelona. Nou, bij ons is het op dit moment ook droog en nog op veel plaatsen helder. Maar de bewolking begint van het westen uit wel toe te nemen. In het oosten van het land koelt het af tot een graad of 6. In het westen een graad of 9. Wel meer bewolking, maar het blijft dus wel droog. Ook morgen overdag op de meeste plaatsen droog. Misschien nog een klein beetje zon in het zuidoosten. En misschien een klein beetje regen in het noordwesten van het land. Het wordt 8 tot 11 graden en er staat een harde, misschien wel stormachtige wind langs de kust. Ook zondag is er nog veel wind, met name in het Waddengebied. In de middag neemt de wind langzaam wel wat af. Het is boterzacht, 12 of 13 graden. En in de loop van de dag kan er dan toch ook wel weer een beetje regen vallen. Nou, het blijft voorlopig ook na het weekende wisselvallig en zacht. Maandag misschien een droge dag. In elk geval na het weekende wel meer zon, soms wat regen en dus steeds die hoge temperaturen. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS Journaal. De schietpartij op een zorgcentrum in het Amerikaanse San Bernardino zou geïnspireerd zijn door IS. Dat zou uit online berichten van de vrouwelijke dader blijken. Maar er is geen bewijs dat IS de aanval heeft georganiseerd. Straks in Nieuwsuur, de mannen achter IS zijn voormalige generaals van Saddam Hussein. Om 10 uur, NPO 2. Goed weekend.